In het verleden heb ik best wel vaak undercover video's gemaakt, waarin ik op zoek ging naar haters in Brawl Stars. En ik kwam af en toe wel eentje tegen en dan daagde ik hem uit voor een 1 vs 1 en dan maakte ik hem helemaal kapot. Ja, dat hoop je dan. En dat gebeurde ook wel eens. Maar af en toe verloor ik ook wel eens. Ja, dat is dan wel weer jammer. Maar vandaag doen we dat ook. We gaan op zoek naar een hater. En ik ga hem uitdagen voor een 1 versus 1. En als ik dan dat potje win, mag ik voor mezelf de ziekste aanbieding ooit kopen. Namelijk deze speciale aanbieding. Met 10 megadozen, 2000 coins, 500 krachtpunten en 1000 schroot. En dit is wel mijn tweede account, want op mijn hoofdaccount heb ik eigenlijk alles al. Maar het is wel een zieke aanbieding en ik dacht deze ga ik kopen. Normaal gesproken ben je hier 1550 edelstenen voor kwijt. Dat is gewoon, ja, 75 euro of zo wat je normaal hiervoor moet betalen. En dat koop ik dus nu voor, ja, minder. Ik moet nog steeds 300 edelstenen uitgeven, maar het is nog steeds redelijk duur. Maar ik moet dus eerst van een hater een 1 vs 1 winnen voordat ik deze speciale aanbieding mag kopen. Dus we gaan op zoek naar haters. Zo simpel is het eigenlijk. Maar als jullie zin hebben in deze video, doe even dat duimpje omhoog. Zouden we 3000 likes kunnen halen. Omdat deze aanbieding ook 300 edelstenen kost. Zou toch wel mooi zijn. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Als je dat nog niet hebt gedaan. En mocht jij natuurlijk de Brawl Pass kopen voor de nieuwe knokker. Janet OP. Gebruik natuurlijk die code Mouse of een aanbieding of iets anders. Of in een andere Supercell game. Kan natuurlijk allemaal. Support je mij een klein beetje mee. Maar ik zit nu momenteel in een club Mo 2.0. En er zijn momenteel 2 mensen online. Daarvan ben ik er zelf eentje. Maar Po is ook iemand hier in de club. Dus we gaan gewoon even meteen Po uitnodigen. Dat zal ik meteen even vriendschappelijk doen. 1 versus 1. Ja, ik heb geen idee of het een hater is of niet. Maar we gaan het gewoon eventjes kijken. Ik nodig Po uit. En dan gaan we eens kijken of die wil joinen. Dan moeten we eerst even afwachten. En anders kunnen we natuurlijk altijd andere clubs gaan joinen. Yay! Yeah, Po heeft gewonnen met Barley in solo showdown. Hij is gejoind! Oh, de chat is uitgeschakeld. Daar heb je helemaal niks aan dan. Dat is zo... Oh, ik moet graag veel plezier. Dat is dan wel weer jammer, hè. Daar heb je niks aan. Je moet wel iemand hebben die kan praten. Want anders heb je niet veel. Oké, we gaan Mo 2.0 verlaten. Want verder is er niemand online. Daar hebben we ook niet zoveel aan. Dus we gaan eens op zoek naar clubs met veel mensen erin. En die ik ook kan joinen. En moet wel een Nederlandse club zijn. OZ Brawl. Geen clubbeschrijving. Er zitten allemaal rare talen tussen. Dit is helemaal geen Nederlands. Waarom krijg ik dit soort clubs ertussen? Maar ik ga zo meteen even op zoek naar een club die veel mensen hebben. En waar ik eventueel in kan joinen. Oké, ik heb een anti-bouws club gevonden. Het nadeel is wel dat er allemaal noobs in zitten. Dus de kans dat iemand online is, is wel redelijk klein. Iedereen join. Als Joran goed is, Joran, join deze club. En kom een keer 1 versus 1. Ik word gewoon uitgedaagd voor een 1 versus 1. Er is één iemand een uur geleden online geweest. En voor de rest is er helemaal niemand online. Dat had ik eigenlijk ook al kunnen verzinnen op het moment dat ik deze club zag. Dus dat is een klein beetje balen. Ja, niemand van de club is online. Nou, dan kunnen we meteen weer doorgaan. Clubcompetitie, nee, dat hoeven we nu momenteel niet. Ja, er wordt ook bijna niks gezegd. Ja, zijn er nog comments over mij? Sam de Pro is goed! Gijs Noob, je bent een legend! Jongen, dit is mijn tweede account natuurlijk. Sam de Pro. Hier, dit zijn allemaal fakers. Sam de Pro, Sam de Pro, Sam de Pro. Dit zijn gewoon lui die mij na proberen te doen. Die proberen mijn tweede account gewoon te faken. Lol. Hier ook Joran Bouws. Dit is allemaal fake. Dit ben ik helemaal niet. Oké, dus in principe geloof nooit als je Sam de Pro of Joran Bouws tegenkomt. 999 keer van de 1000 ben ik het niet. Maar we gaan weer door, want deze club is helemaal niet niemand online. Oké, ik heb hier een club gevonden met een aantal redelijk hoge mensen. Alleen er zitten helaas maar 16 mensen in. Ja, ik moet de hele tijd clubs zoeken. Ja, Melissa, die zit erin. Oké, nice. En er is nog iemand online, de pro. Dit zijn allemaal wel redelijk actieve spelers. Dus dat is mooi, dan hebben we eindelijk een club gevonden. We hebben eindelijk een club gevonden. Ik zal wel eventjes zeggen, hey. Wie vindt Joran Bouws ook noob? Ja, we hebben iemand die is gejoind. De pro, oh, hij is meteen weer het team verlaten. De pro, kom joinen dan. Kom erin, de pro. Ik maak de pro helemaal kapot. Ah, jongen, dit is dan wel weer jammer, hè. De pro, ik ga hem gewoon net zo lang irriteren totdat hij weer uitrinkelt. Ik ga gewoon knijt irritant doen. Hij kan... Oh, hij heeft me nu op niets zorgen gezet. Hij heeft me nu... Shit, Melissa, die zit er dus ook nog in. Maar die kan ik niet joinen, volgens mij. Dus dat is weer een beetje balen. Ze zitten in menu, maar ze reageren niet. Kom. Reageer of wil gaan met mij spelen.
Nou, ze zitten gewoon aan het spelen, de Pro Melissa, die zijn nog steeds online. Ik heb ze nog persoonlijk gevraagd in de chat. De Pro Melissa, maar ze negeren mij. Dit is zo irritant. Ja, op deze manier kom ik natuurlijk nooit ergens. Dit is wel een beetje pittig. Hoe gaan we dit nou doen? Want ik wil niet zo'n video hebben dat ik helemaal niemand ga vinden waarmee je kan praten. Dat zal ook heel erg shit zijn. Nou, ik verlaat deze club in ieder geval, want deze willen niet. Dan gaan we door naar een volgende. We moeten weer even een andere club vinden. Oké, voor alle Belgische kijkers, ik ga een keer een Belgische club joinen. Kijken of hier iemand online is. 50 dagen niet gespeeld is verbannen. Dat staat er in de chat. Oh, de nummer 1 is online. Dat is mooi, dat is mooi. Er is maar één iemand online. Maar dan hoop ik dat RCM Flipper, dat die met mij wil gaan spelen. Dat zou eventjes nice zijn. Ik zal weer even deze kaart... Oh nee, ik zal weer even vriendschappelijk doen. En dan ga ik hem uitnodigen. Hopelijk gaat deze guy dan wel joinen. Ik moet één iemand vinden. Ja! Nee! Wat is er mis met iedereen? Is hij nu offline? Is hij nu... Oh nee, hij is weer online. Ik wil hem weer uitnodigen. Ik nodig hem weer uit. Kom mij joinen! Flippen, jongen! Nee! Dat is knijt irritant. Waarom wil niemand mij joinen? Hij zit nu alweer in koppelprocedure. Hij wil gewoon spelen. Flipper, Flipper, Flipper. Jongen, jongen, jongen. Oké, Flipper, die gaat nu zijn potje solo showdown winnen. Ja, top Flipper. Flipper, kom joinen. Kom joinen, Flipper. Nee! Stomme Flipper. En hij is nu alweer door naar het volgende gevecht. Ai. Of gaat hij nu wel joinen? Waarom? Waarom wil niemand mij joinen? Joh, vroeger waren die undercover video's veel makkelijker. Want dan had je clubs met 100 mensen, waren er veel meer online. En reageerde altijd wel iemand. Met die 30 clubs, dan is het allemaal veel ingewikkelder. En Flipper heeft er volgens mij helemaal geen zin meer in. Die doet helemaal niks meer. Nou, hier zijn 29 mensen. En is er iemand online? Ja, er zijn weer 2 mensen online. Oké, dat is mooi, dat is mooi. Dan gaan we weer even praten. Nu moet het wel gevonden worden. Want ik denk dat ik mijn maximaal aantal clubs wel heb gejoined voor vandaag. Dus als ik nu niemand vind, dan denk ik dat ik de lul ben. Oké, er is maar één iemand online van de club waar ik nu momenteel in zit. En dat is Slenderman. Die andere die net online was, die is geliefd. Ah, hij heeft de uitnodiging. Het is echt bizar. Kom alsjeblieft, join us! Kom, is hij nu alweer aan het vechten? Hij zit in mijn menu. Hij is gejoind! Yes! Ah, de chat is uitgeschakeld. Ai. Ik zal, ja, wil je chatten? Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Ai, dit is echt heel shit. En hij is alweer geliefd. Het wil niet lukken vandaag. Het wil gewoon niet lukken. Ai. Oké, nou, ik ga nog één laatste club proberen. Vriendenpower. Ik heb het aantal clubs overschreden. Ai. Dan ben ik gewoon een half uur bezig geweest om iemand te vinden. En het is me gewoon niet gelukt. Oh, dit is echt sneu. Dit is echt sneu, man. We kunnen even overschakelen naar een ander account. Kijken of we daar wel iemand kunnen vinden. Oké, nou, ik heb hier een club gevonden. Ik zit nu op 0 Lost Bouts. Het nadeel is dat ik minder trofeeën heb, waardoor ik gewoon minder clubs kan joinen. Maar we hebben iemand gevonden. Nathan 3006. Oké, ik nodig hem uit. Hij is op zoek naar een team. Dus misschien dat dit wat kan gaan worden. Ik zal trouwens meteen even vriendschappelijk doen. Misschien dat hij dan een 1 versus 1 meteen wil doen. Ik hoop dat het nu dan gaat lukken. Ik moet gewoon één iemand vinden. Eén iemand moet ik minimaal vinden. Code Bouws. Oh, dat is wel mooi. Alleen is de S een Z eigenlijk. Dus dat is weer jammer. In ieder geval, hij was net gejoind, maar ik kan niet chatten. Hij zit nog steeds in het menu. Ik kan hem nog een keer uitnodigen, maar ik weet niet wat hij gaat doen. Ja, ik denk dat hij meteen weer gaat lieven. Maar hij kan niet chatten. Dat is irritant. Kijk, hij was hier geliefd. Of hij gejoind en meteen weer geliefd. En nu heeft hij afgewezen. En nu kan ik hem niet meer uitnodigen. Oh, jongen. Ik heb nu alweer 5 clubs gejoind of zo. Er waren in wat clubs een paar mensen online. Niemand wil joinen! Niemand! Oh, dit is zo shit. Ik raak helemaal gefrustreerd van dit, jongen. Ik wil gewoon één iemand hebben die eventjes een potje doet. Die eventjes met me praat. Eén iemand! Kan dat te veel gevraagd zijn? Jongen. Ja hoor, en ik heb vandaag een maximaal aantal clubs gehad. Ai. Oh, jongen. Zelfs iemand die ik in mijn vriendenlijst heb op mijn tweede account. Zelfs die heeft niet door dat ik het ben en wil niet joinen. Zelfs ons bikje niet. Oh, ik ben gewoon een uur bezig. Ik heb een uur lang clubs gejoind. Wachten. Uitnodigen. Niemand. Helemaal niemand. Oh, dit is echt pijnlijk. Ai.
Oké, ik heb nu even op mijn Insta-story gewoon gevraagd wie 1 plus 1 wil. We hebben iemand gevonden. Hoe goed is die? Jeuka Duuk! Eindelijk iemand! Eindelijk. Yo, Joran, ik ben je TTO, maar dit is mijn mini. Oh, lo! Oh, eindelijk iemand gevonden! Oké, dat doe ik tegen TTL Games. Een 1 plus 1. Dan ga ik hem helemaal kapot maken. Nou, dat hoop ik. Dan mag ik alsnog de aanbieding kopen als ik ga winnen. Om vanwege mijn enorme leed, omdat ik zo lang heb moeten wachten. Oké, hij heeft gekozen voor Stu. Dan gaan we met Stu spelen. Dit is prima. Of nee, ik doe dat we shield hebben. Ja, dat is net wat beter. Dan doe ik hier zo. Ja, ik ben ready. Oké, let's go! Dan moet ik dus nu dit potje gaan winnen. Ik heb gewoon een uur lang voor niks lopen wachten, zoeken. En nu moet het dan uiteindelijk gaan gebeuren. Ik ben vrij gefrustreerd. Ja, dat zeer zeker. We kunnen deze even openen. Ik moet eigenlijk even zorgen dat ik een hit doe op Kaduk. Even kijken of dat gaat lukken. Kaduk, ja, hij heeft ze super. Dus dat is super irritant. Wat gaat hij doen? Ik zal even hier ook wat hits doen. Dan kan ik ondertussen misschien dit kistje even openen. Ja, top. We hebben in ieder geval een krachtpunt erbij. Ja, nu moeten we gaan kijken of we ergens anders nog krachtpunten kunnen krijgen. Ja, top. Nu heb ik in ieder geval 1 super kunnen inzetten. En dan zal ik hier even dit kistje openen. Dat is ook wel handig. En top, dan heb ik weer een hit kunnen doen. Oh shit, oké, dat is jammer. Jammer. Ik had wel redelijk wat damage gedaan. Maar ik heb helaas niet nog meer hits kunnen doen. Niet genoeg hits om hem meteen te kunnen killen. We hebben nu allebei 3 krachtpunten. Het is wel een leuk potje. Alleen ja, geen hater. Maar ja, jullie hebben het meegekregen. Het kostte allemaal behoorlijk wat werk. Ik ga proberen dit kistje te... Of deze krachtpunt te jatten. Ja, dat is gelukt. Dus dat is nice. Ik moet nu even mijn super krijgen. Dat zou ook chill zijn. Want dan kan ik door muurtjes heen gaan met mijn gadget. En dat is toch wel eventjes een stuk chillen meegenomen. Waar is hij ondertussen? Hier even. Ja, oké, nice. Wat gaat hij doen? Ik kan de aanval in gaan zetten. Maar ik weet niet of dat slim is, maar we gaan het proberen. En oh, gaat het lukken? Oh, dat was een supergoeie ingezette super van hem. Anders was hij sowieso dood geweest. Oké, nou, ik ga nu even healen. Dan gaan we het zo meteen nog een keer proberen. Hij zette zijn super in, anders was hij gewoon gekild. Dat was wel lijp. Oké, moet even weer healen, want hij heeft nu weer iets meer levens. Oh, dat deed hij heel ziek. We gaan kijken of ik alsnog kan winnen voor een aanbieding met 10 megadozen. Dat moet eigenlijk wel kunnen, toch? Ja, het zou mooi zijn. Wat gaat hij nu ook zijn gadget inzetten? Nee, dat doet hij niet. Misschien ook wel slimmer dat hij dat niet doet. Ik moet even 1 hit doen dat ik mijn super heb. Het gif komt er trouwens aan. Dus we moeten even zo meteen er eigenlijk een eind aan maken. Het is een spannend potje. Oké, hij zit er wel in een meer shit situatie als wat ik zit. Dus dat is wel nice. Maar ja, nu zit ik in een shit situatie. Ik heb namelijk geen super. En dat is irritant. Oké, ik ga even kijken of ik kan healen. En dan ga ik hem zo meteen weer aanvallen. Oké, dit is shit. Ik heb nu niet zoveel HP. En nu ga ik gewoon bijna dood. Nee! Oké, het is allemaal shit. Deze hele video is stop. Ah, dan verlies ik ook nog en dan mag ik niet de aanbieding komen. Oké, nou, ik doe deze video. Ik doe zo'n undercover video niet nog een keer. Dit was de laatste undercover video. Ik ben er helemaal klaar mee. Dit werkt echt niet. Kaduk, wel gefeliciteerd. Of TTL Games, GG's. Weet je, volgens mij heeft hij een eigen YouTube kanaal, TTL Games. Ik zal even een shout-out doen. Oké, TTL Gamers is zijn kanaal, dus check allemaal even TTL Gamers. Dat is zijn shout-out. Die heeft hij geweldig verdiend. Heeft hij gewonnen. Maar dat was dit het. Bedankt jullie voor het kijken. En heb ik tot slot nog één ding te zeggen. Dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Jij vond deze video leuk, hè? Ik heb je wel door. Want ja, anders heb je ook niet gekeken tot het eind van deze video. Maar hey, dan heb ik nog een andere leuke video voor jou. Die staat namelijk hier. Daar kan je op drukken en dan kan je nog een leuke video van mij kijken. En druk natuurlijk op het knopje hier. Dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En voor Bouwzuimkleding, check natuurlijk bouws.nl. Hartstikke mooie kleding!